Erben. Hoe was dat, Arjen? Niet leuk. Niet leuk? Nee. Erben. Je hebt met Robben ook gelopen. Hoe was dat dan? Rechts gaat uit. Hoe was het met hem? Met jullie samen? Zeg, Arjen. Ja, goed. Ja? Hartstikke mooi. Maar het is een heel eind, hè? 42 kilometer. Ja, dat schijnt. Ja, voor een sprinters is het af en toe een beetje te ver. Maar dapper volhouden. Nog een beetje stuk. Heb je hem ook gecoacht? Nou, op een gegeven moment wel een beetje. Maar het blijft 42 kilometer, dus dat was fantastisch. Hoe was het, Arjen? Zeg je? Hoe was het? Ja, ik heb het gehaald. Dat is alles. Dat is alles mee gezegd. Meer niet. Ik zit met één sportprestatie te meten, te vergelijken? Ik ben vaak diep gegaan, maar ook wel eens vaak genoeg moeten knokken, maar ik moest nu ook echt vechten. Dit was vechten. Wel veel publiek, hè, in Rotterdam? Ja, dat helpt je zo enorm. Als mensen dat zien, dank aan alle, want dat sleep je er wel doorheen, hoor, want anders wordt het wel heel moeilijk. En ben je dan nog met een tijd bezig? Nou, alleen binnenkomen? Aan het begin wel een beetje, maar op een gegeven moment gooi je dat echt overboord en dan is het overleven en dan is het binnenkomen. En zeg ik, het is mijn eerste marathon. Ja, dan merk je wat het met je doet, met je lijf. Maar ik heb het gehaald, volgens mij, weet ik veel, 3:13, 3:14, dat is volgens mij nog prima. Finish op de Coolsingel, ja, mooie kan die toch niet? Nee, dat is mooi. Dat is mooi. Gefeliciteerd. Dank je.